Het volgende dat ik wil laten zien is hoe je tekst toevoegt aan je tekening. Dat kan je doen door in de Home toolbar onder Annotation de knop Multiline Text te vinden. Als je die aanklikt, kan je bijvoorbeeld deze rechthoek gaan tekenen waarbinnen ik een tekst wil plaatsen. Ik wil daar bijvoorbeeld inzetten dat dit de woonkamer van het huis is. Dan kan ik gewoon beginnen typen. En hierbovenaan heb je dan een aantal manieren, een aantal dingen die je kan gebruiken om de tekst te gaan opmaken. Je zal zien, een aantal herken je uit programma's zoals Word. Uiteraard is de teksteditor hier in AutoCAD niet zo uitgebreid. Het eerste wat ik zal tonen is hoe je de plaatsing van je tekst beïnvloedt. Binnen het getekende hok, binnen de getekende rechthoek, kan ik de tekst gaan verplaatsen links onderaan, rechts onderaan, of ik zal nu gewoon voor het midden zowel horizontaal als verticaal kiezen. Als ik klaar ben met het toevoegen van de tekst, kan ik hier rechtsbovenaan de teksteditor closen en dan zie je dat daar staat woonkamer. En je ziet, dit is een object met de eigenschap multiline tekst. Hier kan je bij de properties eventueel nog de inhoud gaan aanpassen en je ziet dat je dan opnieuw terechtkomt in die multiline teksteditor. Ook interessant is dat je niet alleen eigen tekst kan toevoegen, maar ook bepaalde velden waarvan de waarde afhankelijk is van eigenschappen van je computer, eigenschappen van de tekening, zelfs eigenschappen van objecten. Ik zal het even laten zien. Hier kan je een selectie krijgen van wat je allemaal als veld kan gaan toevoegen. Ik zal nu kiezen om een bepaalde eigenschap van een object te nemen. Ik selecteer een object. Daarvoor moet ik deze knop gebruiken en dat object gaan selecteren. En ik wil nu van dat raam bijvoorbeeld de oppervlakte gaan toevoegen. Hier zie je staan de area. Ik wil dat doen in decimale getallen en ik wil dat doen tot 4 cijfers na de komma. Ik druk op OK. En ik kan weer nog de plaatsing ervan gaan aanpassen. En daar staat de oppervlakte van dit raam.